Goedemiddag, u bent onderweg met IC 4258 in de richting van Kramendijk Centraal. U rolt over een paar minuten Hebrecht Centraal binnen. Wat een herrie! Daarna vervolgt u de weg naar Kramendijk. Voor de rest is er niks bijzonders gemeld. Veel succes, dames en heren. Welkom bij een nieuwe video van Trade Simulator, waarin wij in totale paniek een rolling start voor onze neus krijgen. En wij zijn onderweg in de richting van Hemdrecht Centraal, waarin wij nu langs, hoe heet het stationnetje ook alweer, jongens? Help me even. Lees het alleen op het stationsbord. Oh. Hooghemmen komen. Waar stichting MAT 64, of MAT Plan U staat, klaar staat met de trein. Nee, dat trap ik niet in. En zo direct komen wij dus aan op station Hemdrecht Centraal. We rijden vandaag over het Krammerdijks Deltaland. De route van Mark. En we rijden hier op een stukje wat we eigenlijk bijna nooit zien. Af en toe maakt iemand een scenario met een planu of met een dieseltrein op dat museumstuk. Dames en heren, het volgende station is Hemdrecht Centraal. Station Hemdrecht Centraal. Hier kunt u overstappen voor de richting Definitiva. Nou zeg. Jongen. Wat is het ineens met al die zoutpits? Iedereen is helemaal gek geworden. Wij komen hier door Hemdrecht West, was het geloof ik. Ja, ik denk verlaten van de trein aan uw bagage inderdaad. Hebben we het stoptreinstation na Hemdrecht om alle sprinters af te handelen. Nou zeg, donkere wolken pakken zich samen boven dit scenario. Gerben, dank jullie wel allemaal voor de soundbits, jongens. En hier komt een goederentrein door Linneas. Mooie containertrein. Dominique heeft last van de spijsvertering. Reis ik al met het OV? Nou, heel lang. Een getal, alsjeblieft. Zijn we veel ijzend vandaag? En welkom in Draaiorgel Centraal. Jij ruikt een draaiorgel. Nou, dat niet alleen, ik zie er hier een. Hier komt nog een Berlijner binnen. Even kijken, hoe lang moeten wij nog in deze ellende staan? 2 minuutjes. Goed excuus om even naar de andere kant te lopen. Verona Glos. Nou, komt de sprinter binnen.
Dreef Dutch. Wat zit je nou te janken, jongen? Bla bla, wat is het duur? Bla bla bla. Ja, dat trainship later is duur. Accepteer het en ga door met je leven. Man, man, man. Als je een beetje budget TS wil spelen, dan raad ik je aan om even te wachten tot de 50% sale van Chris Trains. En die komt binnenkort aan, back to school sale. Voor de mensen op Twitch, voor de mensen op YouTube, ik weet niet wanneer deze video live komt. Dus het zou kunnen dat die sale al lang weer verlopen is, maar... De back to school sale, wanneer is dat? Aan het einde van de zomervakantie. Dus dat zal over 2-3 weken nu ongeveer zijn. Dan heeft Chris een week lang sale. Nou, jongens, komt hij nog één keer. Dan hoop je op DDZ, zeg je app ook DDZ en dan kijk je in je ochtenddienst. En dan is het zo graf easy. Gaan we lelijk doen, Energetic? Je was verbannen in deze stream. En nu weet ik waarom. Nu weet ik waarom je verbannen was. Omdat je gewoon lelijk aan het doen was weer. En je doet nu weer lelijk. Wij gaan afremmen naar 80. Of beter gezegd optrekken naar niet harder dan 80. Bam. En hier een andere DDZ. Ah ja, ik weet wel waar je DDZ gebleven is. Die rijden allemaal hier op het Krabbendijks Deltaland. Groenknipper 8. Bij de volgende wissel sla links af. Daarna links aanhouden. Wat is het volgende station, Krabbendijk Centraal? Houd links aan. Okay. Het ontzettend mooie nieuwe stukje wat Mark gebouwd heeft. Deze bocht heeft hij aangepast en toen geëdit. Vroeger liep hij hier dus wat meer rechtdoor. Dat is niet meer. Je ziet nog waar vroeger het spoor lag ongeveer. We gaan optrekken naar 130. Drave Dutch, pas op met links alsjeblieft. Die worden automatisch eruit gegooid. Opsa, 130 km per uur. Volgend station 25 km Krabbendijk Centraal, spoor 6. Ik weet niet of dat ook het kopspoor is, ik denk het niet. Hier wordt een boom opgezaagd. Of er loopt een of andere klauw met een kettingzaag achter ons aan. Zijn er ook nog andere games die je naast TS speelt? Ik speel ook graag Transport Fever. Ik speel ook nog GTA af en toe.
Cimbrion speel ik ook graag. En voor de rest, nou, het valt mee. Beetje, het verschilt een beetje. Ik speel soms nog hetzelfde, Mario en zo. Nintendo spellen speel ik wel vaak. Maar ja, dat is mijn werk. Dat weten jullie inmiddels. Drift dus alsjeblieft en tot de volgende keer. Terwijl wij door Padderen komen. Je blijft gewoon. Jammer. Ik bedoel, leuk. Hoorde ik, hè? Niks. Niks, helemaal niks. Je hoorde, dankjewel dat je er bent. En vergeet niet ook een abonnement af te sluiten beneden. Smile. Ja, sorry, ik heb de afgelopen paar dat ik die aan het bouwen was, had ik op mijn andere scherm had ik Fairly Odd Parents aanstaan. Dat zit vol met van die rotgrappen, dus dat is... Het is er een beetje ingeslopen. Heerlijk. Hele seizoen. Earl, 2D bomen. L. Gewoon een lekker rustig ritje naar Krabbedijk. Daar was ik wel aan toe. Gewoon even, dus niet te veel zorgen. Je kan gewoon rijden. Ja, het draagt wel bij aan de FPS inderdaad. Ja, het is wel grappig, want we zijn nog... we zijn nog wat dingen aan het onderzoeken. Over FPS gesproken, dat is misschien nog wel leuk om even te vermelden. Maar we hadden toen de nieuwe versie van Kramerijks Deltaland uitkwam. Toen kwam ook toevallig de nieuwe versie van de ICRG uit. Dat was vrij snel daarna. En toen was ik bezig met een scenario voor Kramerijk. En die hebben we toen getest. Nou, het ging allemaal hartstikke goed. Goederentrein. DB Cargo met een lange gasketen op de trein. En waren weer een stream van Nintendo Movies. Je hebt er pas één gemist. Maar de, hoe heet het? We waren toen druk bezig met het onder andere ICG scenario heb ik toen gemaakt. De Haarburg Pendel heet het. Daar heb ik toen een aanpassing van gemaakt op de... Even kijken. Ja, vier aanwijzingen. Maar de... En toen hadden we zulke ontzettende vreselijke lag in dat scenario. Tenminste, ik persoonlijk. Bij Mark was het wat minder. Die heeft een wat modernere processor. Dus daar was het iets minder. Maar het was nog steeds... het was niet al te best, zeg maar. En toen heb ik alle treinen vervangen voor een BR101 met rijtuigen. Alles. Letterlijk alles. En toen was de FPS bij mij ineens 50. Overal. Dus er zit nog iets in de Crystrace-treinen wat nog niet helemaal lekker zit. Dus daar zijn we nog een beetje aan het klooien geslagen. En we zijn nog aan het kijken of wat daar nou precies de oorzaak van is. Maar misschien dat in de toekomst bij een update... dat nog gefixt gaat worden. We beloven niks natuurlijk, maar we willen er wel naar kijken, want het levert echt gewoon... We hebben het echt bewezen, het waren echt Crystrace-treinen. Want ik heb ook nog een scenario gebouwd. Ik heb alles vervangen voor BR101. Nou, dat is natuurlijk simpel. Maar toen heb ik alles vervangen voor treinen van DTG. Elk ander treintype, zeg maar. Dus een MAT 64, dat werd een BR423. En een Sprinter werd een... Oké, nou, daar gaat de Haarburg-Pendel toevallig net.
met 160 km per uur. Zoef. Nee, nee, nee. Ik ben nog niet uitgepraat, energetic. Dus even wachten. Hé, kom lopen. Maar wat we dus ook vervangen hebben was... ik heb toen alle treinen vervangen voor een andere DTG-trein. Dus zoals ik al zei, mat 64, dat werd de 423. Een sprinter werd een 424. Weet je, gewoon alle verschillende soorten. En ook toen hadden we gewoon 50 fps. Het was iets minder, het was iets van tussen de, tussen de 40 en de 50 in plaats van tussen de 50 en de 60. Dus... geel 8, top. Harder trekken. Relatieproblemen, BR1. Mentale problemen, BR1. Lag in TS, BR1. DDZ, BR1. Ziet er anders uit, klinkt hetzelfde. Koop nu. Maar ik ben benieuwd wat daar nou de oorzaak van is. Wat die Christrace-treinen dan doen, dat het zoveel lek veroorzaakt op sommige puntjes. Drave Dutch, wat is de beste trein van Chris om te nemen? Als je het wil hebben over veel verschillende soorten en veel verschillende treinen, dan kan je het beste kijken naar de Virum, de Flirt of de ICM. Dat, al die paintpacks die zijn niet meer. De Virum heeft heel veel soorten. Dan heb je de Flow Virum, je hebt de normale, je hebt de IRM, je hebt de OV Virum, je hebt de groene Virum, je hebt de BNA Virum, je hebt, nou noem het maar op. Bij de Flirt heb je ook iets van 6 of 7 verschillende. Je hebt namelijk NS, de Geelkop, Airnet, Arriva, Keolis, Keoli, Connection. Dat is 6 en dan heb je nog 7. Ik had het net in mijn hoofd. De Duitse. De Flow heb je ook nog. Dus dat zijn er 8 verschillende soorten. Dat is wel heel leuk. En voor de Nederlandse markt zou ik ook nog even een bijzondere vermelding voor de ICM. Want daar is een paintpack samengevoegd. Daar heb je de oude ICM, de nieuwe ICM. In alles kleuren van de regenboog. De KLM, de Martinair, et cetera, et cetera. Dus dat is ook een leuk om eventueel te kopen. Ja, de KLM, die is, als je de ICM koopt bij Chris Trains, dan zit daar tegenwoordig... vroeger was dat een apart pakketje. Tegenwoordig zit dat er gewoon bij. En hier hebben we de Thalys in de richting van... ik heb geen idee waar die heen gaat, dus we zeggen maar gewoon Parijs. En nee, het is geen Eurostar, dit is een Thalys. Er staat Thalys op. City Nightline met een flow, dat is echt prachtig. Ja, die Thalys veroorzaakt ook een bug lag inderdaad. Het komt vanwege de lampen. De lampen zijn daar het grootste probleem. Nightjet, City Nightline. wil ik weten wat jij gaat bestellen? Begint het met PB? Want dan heb ik wel een idee wat je gaat bestellen. En ik wil niet weten hoeveel geld je gaat uitgeven. Het wordt een slagveld. Vrees ik zomaar. Ja, ik heb die PB-models handmonsters gezien en ik vind het geen mooie. Ik vind het geen mooie trein. Ik vind het niet mooi. Het spijt me zeer, PB-models, als jullie kijken. Ik vond de handmonsters echt lelijk. Het lijkt niet eens op een ICM. Het is echt zo mislukt, gewoon misvormd. In uw DM's. Even kijken. Gloeiende, 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 gloeiende. Mag ik het op stream zeggen, energetic? Of hou je het liever voor jezelf?
Van jou mag je. Oké, dames en heren, eventjes even met aandacht, energetic view. Deze man. De Martinair koploper, 523 euro. De KLM koploper. Digitaal plus zout, AC. Dus dat zijn de duurste varianten die er zijn. 529 euro. De normale ICM 4, 579 euro. ICM 3, geel, digitaal zout, 529. En nog eentje voor 2750 euro. 2750 euro. En dan nog te beroerd om bij mij een tier 3 sub af te sluiten. Het is echt jammer gewoon. Echt jammer. Weet je wat? Voor die 7, weet je, ik draai even een commercialtje. Want hier moet gewoon even geld verdiend worden. Slash commercial 30. We gaan even. Hij herkent het niet. Twitch is van de leg. Hops, oké. Geel 130. Roland, ook welkom. Mau moet gaan sparen. Nou, maak je maar geen zorgen hoor, want Mau die heeft genoeg spaargeld voor treintjes. Maar dan moeten het wel mooie treintjes zijn en niet van die halfbakken koplopers van PB. Sorry, maar nogmaals, de handbols vond ik er echt niet uitzien. Het leek net een Lima. Kan je wel 3 plus 3 plus 4 rijden? Ja, maar 3 plus 3 plus 4 is lelijk. Doe dan 3 plus 3 plus 3 of 4 plus 4 plus 4. Niet Sjaak Zwart, ik vloek niet. Ik heb de halfmonsters in mijn handen gehad, ik heb ze gezien, ik heb ze bekeken en ik vond ze gewoon niet mooi. Ja, de lesmonsters HGL is zeer mooi, ja. Welke trein rijd ik? We rijden met een DDZ. We moeten even van achter kijken, want we gaan het doen. Het hele model gaat op de schop. Nou ja, als ze weer nieuwe varianten hebben, dan zie ik het graag. Want ik zou dolgraag een oude ICM 4 willen hebben. Of ik ook de 3 bestel, dat weet ik niet. Want ik vind 2 van dezelfde vind ik wat overdreven. KLM hoef ik niet per se, Martinair ook niet. Misschien de Olympische. De Olympische vind ik nog wel leuk. Maar weet je maakt mij wat dat betreft net zo blij met een Trix variantje. Maar goed, die Trix zijn ook hartstikke duur. Terwijl wij aankomen op station Krammerdijk Centraal. Station Krammerdijk Centraal. Hier kunt u overstappen voor de richting Zevenberg aan Zee. Als meer voor de richting Bergdam. Helaas is die verbinding net weg. En we horen ook dat die trein te kort is. ICM 4 met of zonder baanschuiver? Met baanschuiver vanzelfsprekend. Zonder baanschuiver vind ik de koploper een stuk lelijker dan met. Ja, volgende station is inderdaad Lex Centraal. Maar even voor de duidelijkheid, toen ik hier dus binnenreed met allemaal DTG-treinen, echt enkel DTG-treinen. Dus dan moet je je voorstellen, er stonden wel 15 verschillende soorten treinen. Want ik had een ICE 3 van Stalice en een andere hoge snelheidstrein had ik als Eurostar en weet ik wat allemaal er in dat ding zit. Ik zet al even de bordjes door elkaar, hier is de 6. En zo zijn wij alweer op onze eindbestemming aangekomen. Het scenario wat je gezien hebt is gemaakt door Clipmeneer. Helaas is hij niet aanwezig in de chat. Hij moest weg. Had wat anders te doen. Ik weet niet wat precies. Om 10 uur 's avonds. Maar goed. Dat zijn mijn zaken niet. En dit scenario kon je binnenkort downloaden op de Sims, was mij verteld. Dus... Het is in ieder geval chockvol AI, dat is ontzettend leuk gedaan.
Dat zien we bij de meeste moderne routebouwers en de meeste moderne scenariobouwers. Dat ze inmiddels snappen dat veel AI is gelijkteken leuk. Dus hoe meer AI, hoe beter. Hier nog een blauwkop, blauwe flirts. Die wordt ook zeldzaam. Alle drietjes zijn inmiddels volgens mij geel. Dat was de rit voor vandaag. Over enkele minuten keert u om in de richting van Kolfmeer. U mag genieten van uw pauze. Scenario gemaakt door Clipmeneer. Dit was de video voor Train Simulator voor vandaag. Volg mij op YouTube, volg mij op Twitch. En ik zie jullie graag terug bij een volgende video van Train Simulator.